Je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. Een van harte goede dag en welkom bij een nieuwe aflevering van De Nieuwe Politiek. We zitten live in het kantoor van meester Jennifer van Dijk Silos. En met haar zullen wij dus dan gaan praten over de uitspraak. Ik weet niet of ik een uitspraak moet noemen of een vonnis van het Constitutioneel Hof over het kiesstelsel. We hebben heel veel telefoontjes gehad. Iedereen vraagt een gesprek met mevrouw van Dijk Silos. En we zitten dus dan vandaag hier om echt, zoals u gewend bent van DTV, de informatie te krijgen. Maar goed, mevrouw van Dijk Silos, na onze laatste interview heb ik zoveel reacties binnengehad. Trouwens, DTV heeft zoveel reacties binnengehad over uw optreden. Dat was een hele goede. Maar los daarvan, voordat we naar ons onderwerp gaan, de Organic Movement start weer met protesten. En dat zaterdag hebben ze iets aangekondigd. Uw adviezen zijn zo'n beetje ook meegenomen, want ik zie dat de politieke partijen en vakbeweging, die krijgen een podium. Dus ik denk niet per se dat het mijn adviezen zullen zijn, maar ik denk dat er met een aantal mensen gesproken is die ongeveer hetzelfde gezegd hebben. Mm-hmm. En ik ben erg blij dat ze de hand in eigen boezem hebben gestoken, geëvalueerd hebben, gegroepeerd hebben. Mm-hmm. En ik hoop van harte dat zaterdag een succes wordt. Ja. En ik hoop van harte dat ze de massa's krijgen die ze willen krijgen. Ja. Maar strategie boem wel, denk je? Ik denk het wel. Het momentum nu, mm-hmm. alles stijgt. Er komt niet geen goede uitleg. De prijzen stijgen. Mm-hmm. Het momentum is goed. Ja. En, maar of de strategie goed is, dat gaan we daarna merken. Ja. Wat het is geworden, dat weet je niet vooraf. Want vooraf gaat niemand zijn strategie geven. Je gaat het kunnen analyseren. Mm-hmm. Aan de hand van de speeches, aan de hand van de opkomst en aan de wijze waarop men om is gegaan met het hele gebeuren zaterdag. Ja. De aankondiging is vandaag gedaan. Het is pas zaterdag. Genoeg ruimte om te mobiliseren, genoeg ruimte om mensen op te roepen om dus dan zo'n protest te bezoeken. Vindt u niet? Ik ga ervan uit dat de mensen die de organisaties, laat me concreet praten. De organisaties die teleurgesteld waren en dus niet in de Gomperstraat zijn gekomen, ik neem aan dat er met ze gesproken is. Mm-hmm. Want anders ga je deze oproep op deze manier weer oproepen en een podium aanbieden. Ik weet niet of dat zo werkt. Ja, ja, ja. En als er niet is gesproken en er komt toch massa, mm-hmm. mogen ze heel dankbaar zijn, want dat betekent dat ze voldoen aan een bepaalde behoefte van een deel van dit volk. Ja, ja. En dat moet, daar moet je heel goed mee omgaan om het uit te breiden. Daar gaat het om. Je moet steeds meer massa krijgen. Iedere keer dat je komt, mm-hmm. moet er 1000 of 2000 erbij. Dat betekent continu werken, continu praten, continu mobiliseren. Ja, maar is het niet een kwestie van de man Abif slik den braak? Want ze hadden gezegd van, weet je wat, we stoppen voorlopig. Zijn teleurgesteld in de samenleving en nu start je weer over een week of twee. Dan start je weer. Hoe kunnen we dat typeren? Ik weet het niet. Ik wil ook niet praten over braaksel inslikken. Er kan best wel een druk op ze zijn uitgeoefend. Door de samenleving? Door de samenleving. Omdat duidelijk is gebleken dat men er behoefte aan had. Ja. En met een verkeerde move die ze maken, hebben gemaakt, mm-hmm. heeft het volk direct gereageerd eigenlijk. Door niet op te komen. En zij alleen weten of zaterdag de tijd is. Ik geef ze de benefit of the doubt. Je kan van buitenaf. Ik heb geen contact met ze. Ik weet niet wie ze bijstaat, de adviezen en zo. Mm-hmm. Maar als je van binnenuit kan praten, dan weet je of dat goed is. Ik praat van buitenuit. Ja, ja. Van buitenaf uit. En dan weet ik het gewoon niet. Maar dat zeg ik. Zaterdag gaan we weten of het momentum er al was. En hoe er verder mee omgegaan wordt.
Ja, want dat stukje van de regering moet naar huis, daarachter staan ze niet. Maar de meeste mensen die opkomen... willen dat wel. Ja, hoe doe je dat dan? Want je krijgt dat weer zaterdag, dat mensen zeggen wat de regering moest doen. Ja, kijk, en zeker, je hebt nu je podium opengegooid. Mm-hmm. Voor ieder. Ik denk wel dat ze het meegenomen hebben, hoor. Van als je podium opengooit, ik weet niet of er afspraken zijn gemaakt. Maar zoals ik die poster heb gelezen, mm-hmm. dat naar me toe gestuurd is. Mm-hmm. Met de tekst van Organic Movement eronder. En je gooit je podium open, neem ik aan dat die draai aan op parabot van Fassi. En het is nog niet helder. Aan de speeches zaterdag van Organic Movement zelf gaan we weten of ze een andere koers varen of niet. Ja. Deze vragen neem ik natuurlijk mee, want later heb ik een gesprek met een van de trekkers. Maar als ik één vraag zou willen stellen aan Organic Movement, welke vraag zou die zijn? Ik zou vragen of het momentum goed is en of er gesprekken zijn geweest. Want dan kan je een idee krijgen mm-hmm. van hoe sterk het zaterdag kan worden. Ja. Dat zou ik doen. Oké, goed. Dank u wel voor uw reactie hierop. Maar nu moeten we echt naar ons onderwerp voor vandaag. We willen gaan praten over het kiesstelsel. Er is al zoveel gesproken erover, de afgelopen tijden. Maar ook de uitspraak van het Constitutioneel Hof. Daar hebben we dus dan een soort van doorbraak gehad. Ja. Moet ik dat zeggen? We hebben een doorbraak gehad? Ik vind het een heel belangrijke doorbraak. Omdat ik al die jaren bij OKB het steeds erover heb gehad hoe ondemocratisch dit systeem is. Ja. Dat te veel kiezers niet gehoord worden. Hun stem wordt niet uitgedrukt in zetels. Mm-hmm. En dat is heel ondemocratisch. En ook die ongelijke waardering van de stemmen in de kiesdistricten. Dat was ook evident ondemocratisch. En ik heb het zeker twee keren in interviews gezegd, of meerdere keren, elke verkiezing heb ik het erover, van het is een simpele manier om die artikel 9 kiesregeling te veranderen, dat je dus om de zoveel tijd naar je migratiegolven kijkt, mm-hmm. dat je ziet welk district leeggelopen is, stembehoeven van een ander district. En dat betekent dat die zetelverdeling dat eerlijker wordt. Ja. Dat je je zetelverdeling gaat aanpassen op grond van de objectieve indicator van migratie. En dan heb je eerlijke zetelverdeling. Ja. Eerlijker. Ja, eerlijker. Maar je hebt dus dan ook dat mensen vanuit de andere kant die zeggen van dit heeft altijd gewerkt voor bepaalde groepen, nu het niet meer werkt voor ze, vechten ze om het kiesstelsel te veranderen. Hoe gaat u om met die uitspraak? Kijk, is het kiesstelsel veranderd? I don't know. Ik zeg van niet. Weet je waarom? Omdat het districte evenredigheidsstelsel is gebleven. Mm-hmm. En wat men wilde veranderen is districte evenredigheidsstelsel naar landelijke evenredigheidsstelsel. En dat is nog niet gebeurd. Het komt eraan wel hoor. Al is het over 10 jaar, maar het zal een moment dat komen, omdat dat de meest democratische vorm is van verkiezingen. Is dat je een landelijke evenredigheidsstelsel hebt. En het is gebleken met de huidige stand, laten we naar 2020 gaan, het is niet zo ver geleden. Dan zie je dus dat er partijen buiten het parlement zijn gebleven dat als het landelijk was geweest, ze vermoedelijk wel een zetel gehad zouden hebben. En je ziet ook die rare situatie. Er moet heel wat dingen veranderd worden. Helaas, ik weet niet of ik helaas moet zeggen, maar in ieder geval is dat niet gevraagd aan het Constitutioneel Hof. Mm-hmm. Om een aantal andere dingen ook te veranderen, ook de wijze van calculatie. Hè? Ja. En dat is niet gevraagd. Gevraagd is, weet je Hof, die zetelverdeling is zo ondemocratisch, kunt u toetsen. En ik zeg het even eenvoudig. Ja. Kunt u toetsen aan de grondwet en BUPO en mensenrechtenverdragen en zo. En dat heeft het Hof dus gedaan. En het Hof is tot de conclusie gekomen dat artikel 9, junto 24 van de kiesregeling, in strijd is met artikel 8. 55 en 55 van de grondwet en met het BUPO-verdrag, want het is niet democratisch, en met mensenrechten.
En op grond daarvan, dan gaan we terug naar de wet, want er zijn heel wat discussies geweest hierover. De wet zegt in 144 lid 2 grondwet, het moment dat het hof zegt of oordeelt, dat over oordelen praten, maar dat ja. doet het op, ja. doet een toetsing en oordeelt dat wetgeving strijdig is met de grondwet of met de internationaal verdrag, dat vanaf dat moment die wet, of delen van die wet, onverbindend zijn. Ja. Dus vanaf 5 augustus. Inderdaad. Maar dus toch wil ik die vraag stellen hoor, want die hoor ik in de samenleving. Hoe belangrijk is zo'n een uitspraak? Moeten we het opvolgen? Moeten we noemen? Ik zeg, moeten wij of kunnen wij? Waar moet ik het plaatsen? Wij moeten het opvolgen, omdat de consequentie in de grondwet is vastgelegd. Je kan de grondwet niet negeren. De consequentie is ook in artikel 28 opgelegd. Artikel 28 van de wet Constitutioneel Hof. Daarin staat verwoord wat in de grondwet staat. Als de grondwet dat bepaalt, dat dat de consequentie is, dat die wet onverbindend is, hoe ga je dat negeren? Hoe kan het nog een discussie zijn? Ja. Ik heb gekke dingen horen zeggen van het is maar een adviesje. Ja. Ik vraag me in godsnaam af of men wat weet als men zit te praten, zomaar. Ga je een beetje verdiepen, weet je. Ik heb ook gehoord in sommige interviews dat het terugwerkt naar de verkiezingen van 2020. Dat vond ik wel zeer verregaand hoor. Want de wetgeving is duidelijk, het werkt vanaf 5 augustus. En er staat nergens dat het terugwerkt. Dus de verkiezingen van 2020, zeer legitiem. Assemblee zit correct daar. Afgesloten. En de regering, sorry, en de regering is, zit er ook correct. Want ik heb ook gehoord, de regering is vanaf 2020 demissionair. Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen die vergezocht zijn en helemaal niet op grond van de wet gezegd zijn. Ja. Wat is de taak van het parlement op dit moment? Het vonnis is gekomen van het Constitutioneel Hof. Wat moet de taak van het parlement zijn? Want het moet, dus als er een verandering moet komen, moet het door het parlement. Ja, de wetgever moet aan de slag. En de wetgevende macht, daar heb je is een samenspel tussen regering en assemblee. Dus de regering gaat met een voordracht moeten komen van een wetswijziging op basis van dit vonnis. Ja. En als het even kan, zou ik zeggen, neem mee, maar als het te lang duurt, doe alleen dit. Artikel 9, junto 24, daartoe zijn ze verplicht. Als andere dingen binnen hun beleid vallen, neem dan gelijk mee. Ja, ja. En het moet zo snel mogelijk gebeuren. En weet je waarom? Niemand staat erbij stil dat, ik weet niet meer welk artikel van de kiesregeling, geeft aan dat je 2 jaren voorafgaande aan de volgende verkiezingen in een district moet wonen, je residentie daar moet hebben, voordat je kandidaat kan zijn in dat district. Ja. En dus het is heel belangrijk dat nu de wijziging plaatsvindt, afgekondigd wordt, zodat politieke partijen hun policy kunnen opmaken. Wie gaan we laten verhuizen naar waar? Ja. Hoeveel mensen ga ik laten verhuizen, want ze moeten weten ook wel hoeveel zetels. Nu kan er geen enkele planning of beleid of propagandabeleid worden gemaakt, omdat artikel 9 buiten werking is. Ja, ja. Moeilijke zaak? Het is onmogelijk, het is niet iets moeilijk. Als men weet hoe het recht werkt, is het niet moeilijk. Ja. Men moet gewoon die 2 artikelen wijzigen. Ja. En dat kan nog voor de verkiezingen van 2025, ja, zodat zaken gedaan kunnen worden. Kijk, ik heb ook een andere discussie gezien en ik denk, waarom update mensen kennis niet? Ik dacht dat bij de grondwet van 75 was dat ding van 3 jaren voor de volgende verkiezingen moet je wetswijzigingen doen. Met betrekking tot de kiesregeling. Dat is in 87 niet opgenomen meer in de grondwet. En natuurlijk is het onbehoorlijk bestuur als je een weekje voor de verkiezingen een nieuwe wetgeving maakt. Want mensen moeten een redelijke kans hebben om een partij, het gaat vooral om politieke partijen, een redelijke kans hebben om op een correcte manier deel te nemen aan de verkiezingen. Dus de kwestie van 3 jaar voor de verkiezingen geldt niet meer, sinds 87.
En je hoort dat ook zo gillen in de ruimte. Zonder dat ze nagaan of het nog geldt of niet. En waar ik me zorgen over maak is dat je volgend jaar wel iets hebt. Twee jaar voorafgaande aan 2025 moet je in dat district wonen. Voordat je kandidaat kan stellen. Ja, inderdaad. En dan moeten partijen ook al weten hoeveel zetels het Paramaribo krijgen bijvoorbeeld. Of Wanica of weet ik veel. En daarom moet het af. Ja. En er zijn objectieve indicatoren waarmee je kan werken. Ik zag dat de president de hele commissie van maatschappelijke groeperingen allerlei mensen bijeen gaat roepen. Ik vraag me af waarom. Hmm. Het is een juridisch-technische zaak. Het is een zaak voor mensen die weten wat verkiezingen zijn. En ik zou zeggen, check even in het Caribisch gebied. Want die hebben dit systeem wel. En die zetelverdeling van tijd tot tijd wordt aangepast. Ja. En dat doe je dan op een goed moment, een jaar, twee jaar voor de verkiezingen, ik dacht een jaar bij hun hoor. Ja. En waarom moeten we allerlei ingewikkelde mensen erbij halen die er niets vanaf weten? Dat hebben we al gezien bij al die discussies en reacties van de afgelopen dagen. Gewoon een paar deskundigen erbij zetten. Mensen die weten hoe het werkt, dit systeem is niet nieuw, het is niet uniek. Het wordt al honderden jaren gebruikt in Engeland, Amerika, Caribisch gebied. Waarom ga je het wil uitvinden? En het gaat alleen maar om artikel 9, Junto 24. Mm-hmm. Het gaat niet om een hele nieuwe kiesstelsel met alles erop en eraan. En wat mij betreft... Dat zou ideaal zijn, hè? Een hele nieuwe? Ik zou een hele nieuwe adviseren. Ik heb er 20 jaar mee gewerkt. En ik weet dat het iedere keer weer multi-interpretabel is. Voor ruzie zorgt tussen OKB en Binnenlandse Zaken, omdat het multi-interpretabel is. Dit is de juiste, maar het gaat dan te lang duren. Dan gaan we die twee jaren toestand voorbij schieten. Maar kijk, we moeten ook kijken naar de realiteit. Hè. We hebben voordat het Constitutioneel Hof een uitspraak heeft gedaan, hebben we de vicepresident gehoord hierover. En zijn partij is, of tenminste heeft invloed binnen de coalitie. Ja. Toch? Je mag zeggen wat u wilt. Ja. En we weten ook zo'n beetje wat zijn standpunt is wanneer het gaat om de wijziging van het kiesstelsel. Meneer B. is voorzitter van het parlement. Die behoort tot de partij van de heer Ronnie Brunswijk. Dit moet op de agenda komen. Ja, en als ze het niet doen, dan zitten ze de rechtsstaat weer te vertrappen. En de grondwet. Het gaat bij mij niet in dat het niet op de agenda komt. Mm-hmm. Het moet. Ja, er heeft een orgaan op, dat in de grondwet genoemd is, een oordeel gegeven, een uitspraak gedaan, hoe je het wil noemen. De grondwet heeft de gevolgen van die uitspraak ook vastgelegd. Als je werkelijk de rechtsstaat eerbiedigt, dan ga je het doen, dan voel je dat je het moet doen. Juridisch, legal-wise, moreel, ethisch. Mm-hmm. En die uitvoerende macht, en eventueel die wetgevende macht, die moeten de wetten naleven. Ja. Voor mij is het niet eens een discussie. Maar begrijpt u wel het punt van? Dat alleen maar. Ja. Als dit gebeurt, bevestigt bij mij alleen maar dat deze regering totaal geen respect heeft voor de rechtsstaat. Ja, maar... En ook niet voor de grondwet. Maar begrijpt u wel de gevoelens vanuit die partij? Nee, dat ga ik niet begrijpen, omdat ze subjectief zijn. Wanneer je gaat voor het land, je bent niet daar gekozen voor je partij. Mm-hmm. Je bent gekozen om het land te dienen. En het gaat om de democratie van het land. Het gaat om de ruggengraat van de democratie, verkiezingen. Er is verkiezingen wettelijk leiden tot discriminatie en oneerlijkheid. En er nu een stap is gedaan om het enigszins die oneerlijkheid te nivelleren. Mm-hmm. Dan moet je eraan meewerken, zijn landse belang. Wat voor gevoeligheid. Sorry hoor, maar jij weet me ook op. Ik stel maar die vragen, mevrouw Van Exilos. Maar oké, nu naar de point. Welke zetelverdeling kunnen we het best toepassen? Wat stelt u voor? Wat zou het beste zijn voor Suriname op dit moment? Nee, ik ga niets voorstellen. Ik ga gewoon aangeven wat ik denk. Ja. Omdat je objectieve meetindicatoren moet hebben. Mm-hmm. En ik heb al zo net aangegeven, ja, dat je niet bij jou,
Ik heb zoveel interviews gegaan dat ik niet meer weet wat ik waar heb gezegd. Dat je niet zo ver hoeft te gaan. 2022 heb je een kiezerslijst. Mm-hmm. Op basis van 2020. Mm-hmm. Op basis van de beroepsbevolking. Op basis van de bevolking mm-hmm. heb je een kiezerslijst gemaakt. Dus je hoeft niet zo ver terug te gaan met je migratie. 2020 was Paramaribo 17, toch? Mm-hmm. Dat heb ik onthouden in Wanica 7. Een keer die 5, noem maar op. Ja. Je gaat terug naar 2020 en je kijkt naar die migratie. Je hebt een objectieve indicator om in 2022 je zetels te doen met de indicatoren die er zijn en de verwachtingen van hoe het zal zijn tegen 2025, dat zie je ook. En dat is makkelijk te zien. Kinderen worden 18, dat zie je al van tevoren. Ja, ja. Enzovoort. Maar het gaat dus om het volk. Niet zozeer om het kiezersvolk, om het volk. Het gaat om die migratie. Mm-hmm. En aan de hand daarvan pas je zetels aan. Om nu te zeggen, Paramaribo moet 20 en Coroni moet 0. Want ik wil, persoonlijk vind ik dat Coroni 0 moet. Ze moeten in die keren gaan stemmen. Zoiets. Er moet een soort westelijke regio worden gemaakt. Dan heb je Salamaka, Coroni, Nikeri. Dan heb je een rationeler ding. En worden Coronianen ook een mensenkandidaat kunnen stellen natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat moet gebeuren. Naar mijn mening hoor. Maar ik kijk nuchter. Ik kijk zonder partijpolitiek belang naar dingen. Ik kijk technocratisch naar dingen. En niemand kan nu zeggen hoeveel minder Sipaliwini moet krijgen. Want die aanvulling naar Paramaribo Wanica Para komt uit Sipaliwini Marowena Brokopondo. Ja. En waarom is dat een ramp? Hmm. Je gaat je zetels terugzien in die districten. Waarom is dat een ramp? De mensen zijn niet daar toch? Er zijn mensen ook in Sipaliwini, die gaan ook zetels hebben. Ja. Dus Sipaliwini Marowena Brokopondo, ze hebben samen 10 geloof ik. Het gaat dan geen 10 worden, want mensen zijn getrokken, maar je ziet die 2 of die 1 of die 3, ga je terugzien in vertaling, in zetels, in een ander district. Ja. Waarom kan men niet doordenken? Waarom speelt men eeuwig slachtoffer? Ja. Dat geeft aan dat ze totaal niet geëmancipeerd zijn. Is het niet ingewikkeld, mevrouw Silas? Helemaal niet. Men moet minder emotioneel worden, men moet af van de gedachte dat ze altijd in de verdrukking zijn. Het lijkt, ik ben geen psycholoog, maar het lijkt op een minderwaardigheidscomplex. Men moet af van het slachtofferrol dat men constant inneemt. Op het moment dat je slachtofferrol inneemt, of je nou uit Nikeri bent of Marowijne of Brokopondo of wat. Ik ga een voorbeeld noemen van Brokopondo. Die mevrouw Dikono, ja, die op is gekomen voor Brokopondo. Als zij dat niet had gedaan, was Brokopondo letterlijk al onder water en waren ze echt slachtoffer. Mm-hmm. Ze heeft gevochten, zij alleen in het begin. Je moet nooit de slachtofferrol innemen, you got to fight. Ja. Je moet opkomen voor je rechten. Je ziet ook wat ze heeft bereikt, hè? Mm-hmm. Hoe ze is gaan groeien en steun overal. Ze zijn zelf beland bij Mensenrechtenhof. Stop. Mm-hmm. Wanneer ze ook slachtoffertje was gaan spelen, oh wat zielig, ik ben onder water, mm-hmm, was er niets gebeurd. Ja, 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 ja. En dat wordt tijd dat het achterland dat gaat leren. Jouw slachtofferrol brengt je nergens naartoe, brengt alleen handhaafde onderontwikkeling. Okay. Iemand stelt de vraag hier, mevrouw Silas. Kan ze dat van one man, one vote uitleggen? Wat houdt dat allemaal in? Ik heb net uitgelegd, dat kan je eruit halen, dat de waarden van stemmen verschillen in het huidige stelsel. Bij one man, one vote, one value, mm-hmm, betekent dat een kiezer, één kiezer heeft één stem en die stem heeft landelijk dezelfde waarde. Nu is de situatie zo dat in het kiesdistrict zelf is die waarde hetzelfde. Is het one man, one vote, one value. Ja. Er is geen verschil in het district zelf. Maar landelijk wegen bepaalde districten zwaarder dan andere districten.
En dat is dat ondemocratische. Dan heb je landelijk voor het land geen echte democratische beleving meer van je verkiezingen. Inderdaad. En je verkiezingen zijn de ruggengraat. Zijn de ruggengraat van de democratie. Dus je moet als land altijd ernaar streven dat je verkiezingen sterk zijn, integer zijn en vooral de democratie dienen. Omdat ze de ruggengraat zijn van de democratie. Als men verkiezingen zo ziet en niet ziet als mijn partij moet winnen en ik moet komen en dan neem ik alles, want dat het land plotseling van mij geworden wat we nu meemaken, dan is het geen big issue. Want het is het nationaal belang wat gediend wordt. Mm-hmm. Vandaar dat ik een vurige voorstander ben van landelijke evenredigheid. En daaraan gekoppeld natuurlijk de one man, one vote, one value. Is het meest democratisch systeem wat je kan hebben. Ja. En je kan verschillende vormen hebben. Landelijke evenredigheid gemengd met een districte evenredigheidsstelsel, dat kan. Want dan ga je de assembleezetels verdelen, 10 voor de districten, elk district 1. Daar gaat vooral gelden, de winner takes all. Ja. En dan die 41 landelijk. Je doet geen enkel district tekort, maar je, want je gaat in alle districten ga je een kandidaat stellen, omdat je het aantal zetels wil halen, die zo'n district heeft. Maar het zijn allemaal stemmen, die 41, die gelijkelijk gewogen zijn. En je kan aanvoelen dat dat democratischer is dan wanneer sommige districten spotgoedkoop zijn in hun zetels, coronie. Mm-hmm. En andere heel duur. Waarom? Het zijn diezelfde mensen, toch? Het is diezelfde verkiezing. Ja, ja, ja. Het gaat om het rechtvaardiger systeem dat landelijke evenredigheid met zich meebrengt. En eigenlijk vind ik het jammer in mijn hart dat Serena dat niet gevraagd heeft. Mm. Om het districte evenredigheidsstelsel te toetsen. Ja. Iemand vraagt hier als we dus dan het aantal DNA-zetels niet moeten opkrikken. Bijvoorbeeld brengen naar 61. Dan kan de zetelverdeling toch wat beter, of niet? Nee, ik ben daar geen voorstander van. Voor zo'n klein landje van nog geen 600.000 mensen is 51 al veel. Okay. Ja, ik bedoel, we kunnen toch ook zitten als alle sommige eilanden op 30 en 40. Mm-hmm. Dat is te veel. Ik vind van niet. Ik vind niet dat je... En wat ga je krijgen? Mm-hmm. We hebben de producten van DNA gezien, zien we nu. We moeten gaan naar kwalitatieve instituten. En niet naar kwantitatieve instituten. We moeten kwaliteit hebben. Kwaliteit, quality, quality, quality. En niet quantity, quantity om mensen tevreden te stellen. Ja. Het is ook subjectief. Je moet objectief blijven kijken. Bepaalde dingen zijn niet te politiseren. Mm-hmm. Er komen alleen maar rampen uit als dat gebeurt. Okay. Iemand stelt die vraag hier, maar u heeft al antwoord daarop gegeven. Wat denkt u van elk district 1 zetel en de rest door, weet je? Dat heeft u net uitgelegd. Ja. Maar goed, ik wil toch een hele belangrijke vraag stellen. Als bijvoorbeeld de uitspraak van het constitutioneel hof niet direct wordt opgevolgd en we krijgen de verkiezingen van 2025. Ik ga niet door kunnen gaan. Is het zo beïnvloeden? Het is niet verbindend. Het bestaat niet. Dus er moet een verandering komen. Er moet een verandering komen. Daarom ben ik ben huiverig voor al die would-be juristen. Die vinden, want dat heb ik ook gehoord. Mm-hmm. En ik vraag me ook af waarom het constitutioneel of gezegd heeft 2025 verkiezingen moeten doorgaan. Ik bedoel, ze gaan alleen maar door als die wet gewijzigd is. Zo. Ze kunnen niet doorgaan, het bestaat vanaf 5 augustus niet. Laat dat doordringen tot de ieder in godsnaam. Okay. Het is gewoon een must. Kijk, als deze dingen niet in de wet stonden, mm-hmm, wat die strijdigheid met zich meebrengt, het gevolg van het constateren dat het strijdig is, dan kan ik me deze discussie voorstellen. En dan kan ik denken, oké, we hoeven ons niet te haasten, 2025 kunnen we toch nog houden. Maar de grondwet is helder, het is onverbindend vanaf de dag van uitspraak. Ik bedoel, de constitutioneel hofwet zegt direct na de uitspraak is het onverbindend. Dus 12:01 of weet ik veel hoe laat dat ding gestopt is, was het al niet verbindend meer. Ja. Dus als men over advies praat, dan begrijp ik het niet. Ik snap dat niet. Dat is moedwillig wat dat gedaan. De politiek doet dat.
mensen worden ingegeven door politieke doeleinden om het volk voor de gek te houden en in de war te brengen en om de wijziging tegen te houden. Mm-hmm. Dat is gewoon een feit. En ik hoop alleen maar dat de regering eindelijk iets goeds doet en niet daarna luistert. Want het kan ook gewijzigd worden en niet op de juiste manier. Kan dat ook? Dat kan zeker, want het Hof geeft niet aan hoe ze het moeten wijzigen. Dat kan zeker. En daarom is het dat er 1000 verschillende soorten mensen in een commissie moeten gaan zitten. Om de verwarring nog groter te brengen en de president een tool te geven. Ik weet niet wat ik moet doen. Want mijn commissie, ik kom niet uit de... Daarom zeg ik, waarom zo moeilijk? Ja. Het is geen moeilijke issue voor de verkiezingen. Hoor. De zetelverdeling is geen moeilijke issue. Moeilijke issue is het juiste stelsel kiezen. Ja, maar kan het niet zo zijn dat de mensen, de politieke partijen die nu op dit moment veel invloed hebben in het parlement, kunnen ze dit ding niet wijzigen naar hun voordeel? Ik bedoel, dat ze baat daaraan hebben, kan dat ook niet gebeuren? Alles kan gebeuren met politiek, maar het ligt aan de maatschappij. En daarom vind ik het jammer dat, hoe heet ze? Organic. Er geen issue van maakt, zijn niet geïnteresseerd erin. Ze moeten het wel volgen. Ja. Want het gaat om de democratie. Al was het voorheen geen issue was, er is een vonnis. En uit alle discussies die je haalt, kan je zien dat men zo graag wil dat het een advies is. Dat men vindt, je kan die wet niet wijzigen, want het is geen 3 jaar voor 25. Anderen zeggen, het is een advies. Anderen zeggen, ik weet niet wat er moet doen, want er is niet geconcludeerd. Terwijl grondwet helder is. Wet op constitutioneel hof is helder. En organic die zegt nou, niet geïnteresseerd in kiesstelsel. Als ze dat zeggen, dan zijn ze toch, weten ze toch helemaal niet wat in dit land speelt. En ik kan me niet voorstellen, maar zij heeft een politieke partij. Mm-hmm. Ik kan me niet voorstellen dat het zo oninteressant is voor organic. Yeah. Als twee politieke partijen, ze zit in de leiding van organic, als ze een issue van kunnen maken. Ze bemoeien niet met de politiek, zeggen ze. Ze bemoeien dan, waarom is Maisa daar? Het is toch een politieke partij? Ja. Dat zijn van die rare dingen. Kijk, we kunnen niet zonder politiek. Niet omdat we zwakke, slechte leiders al die jaren hebben gehad. Mm-hmm. Moet je vinden van, bemoei niet met politiek. Dat is onzin. Het systeem, het democratisch systeem dat we hebben. En waarschijnlijk over de hele wereld. Want ik kan me geen enkel land herinneren zonder een politieke partij. Of het nou een communistisch land is of niet, heb je nog altijd de communistische partij die beslist. Dus politiek speelt een hele grote rol bij je staats- en bestuursrechtelijke dingen. Ja. Ja, dat komt er niet aan. Ja, inderdaad. Maar ik kom toch even terug op de wijziging van het kiesstelsel. Gaat het niet zo zijn dat, kijk, we hebben heel veel politieke partijen. Toch? Als die verandering komt. Gaan we dus dat... Ik heb een kabinetlijst in mijn hoofd, heb ik 40 stuks, want iedereen is actief. Wordt het dus dan niet moeilijk om een regering te vormen wanneer wij dus dan zoveel hebben en ze dus dan kans maken? Bijvoorbeeld, kijk, HVB zou toch wel een zetel kunnen halen als we dus dan veranderen. Dus, precies, A20, NPS zou veel meer krijgen. Ja. Dus gaan we niet een probleem krijgen straks? Wanneer wij een coalitie, of tenminste wanneer de mensen een coalitie moeten vormen. Er zijn meerdere dingen dan alleen maar een zetelverdeling. Hoe vindt de calculatie plaats? Heel belangrijk vraagstuk. Mm-hmm. En ik heb wel meegemaakt, volgens mij hoor, 1 keer, dat de wijze van calculeren gewijzigd werd. Maar ik ben niet zo zeker, maar ik kan me iets herinneren van dat we als OKB werden uitgenodigd, ik dacht door CAS, om ons uit te leggen hoe de calculatie gaat plaatsvinden bij hoofdstembureaus. En ik had de indruk dat er enigszins een wijziging slash verbetering erop kwam. Dus er zijn meer dingen waar het volk mee rekening moet houden. Zetels krijg je ook niet zomaar aan de hand van, ik heb zoveel stemmen. Mm-hmm. Er vindt een multiplier plaats op grond van het aantal mensen dat is gaan stemmen. Ja. Zo wordt het. Dus iedere verkiezing verandert die calculatie. Nu weet ik het weer.
Er wordt gekeken naar het aantal stemgerechtigden dat verschenen is. En dan vraag me niet wat die multiplier is. Dat kan niet eens 1 en 1 optellen. Mm-hmm. Maar je zou misschien, om een beetje diepie erin te gaan, Lothar Boksteen kunnen zoeken. Inderdaad. Want die is echt de calculator van de verkiezingen. Hij is echt, hij weet er gewoon alles van. Ja. En dan vindt dat zo plaats. En wat je aangeeft, dat kijk maar naar Nederland, hoe lang die formatie van Rutte geduurd heeft. Bijna een jaar. Ja, ja. Dat is wel de consequentie, maar het is wel de democratie. Ja. En kijk, en als je een regering hebt die zich houdt aan zijn demissionariteit, heb je niet zoveel problemen. Dus wat er moet komen, dat er direct wordt aangegeven dat die regering na de verkiezingen demissionair is. Want dat is ook, bestaat ook niet meer. Ja, we hebben ook geen demissionaire kabinet meer. Dus ja, maar, al die dingen maar kunnen... Maar is er niet opgenomen in de wet dat ze misschien twee maanden of zo niets is opgenomen? Er is geen termijn. Ze kunnen van alles doen tot de dag voor de beëdiging. Van een andere? Van de nieuwe. Oké. Daarom gebeuren die dingen. Ja, ja. Dan krijg je een soort gekke rush, want je wordt ongestraft, mag je het doen. Inderdaad. Ja. En dat hebben we gezien de afgelopen tijd. Dat hebben we wel gehad in die grondwet van 75, die dimensionaliteit, en 87 niet meer. Ja, ja. En als je eenmaal die 2/3 nodig hebt voor die kiesregeling, doe je in godsnaam ook die andere dingen van de grondwet. Het zijn twee verschillende wetten. Dus het zal de kiesregeling niet tegenhouden mm-hmm. om snel er doorheen te gaan. Als je eenmaal die 2/3 hebt, ik bedoel, ik weet het niet, maar ik ben geen politicus. Ik zie dingen praktisch en in nationaal belang. En ik ben daar heel erg trots op dat ik me niet laat beïnvloeden door geen enkele politicus. Met een veranderde kiesstelsel, hè, zal het zo zijn dat de grote partijen... Veto verdelen, laten we dat zeggen, ja. Want, zal het zo zijn dat de grote politieke partijen die we nu hebben, zeg maar de NDP, de VAP, de ABOP, zal het zo zijn dat ze dus daar terug kunnen vallen in zetels? Bestaat die mogelijkheid? Niet vanwege de zetelverdeling, vanwege hun eigen wangedrag. Okay. Deze regering doet het zo slecht. Het is verwachtbaar dat VHP terugvalt, NPS naar 1 of 0 reduceert, ABAP ook terugvalt, Pachaya ook weg is van het veld. De kiezers oordelen je op grond waarvan ze zien wat jouw beleid is en de benefit van je beleid voor het volk. Mm-hmm. Niet de benefit voor je vrienden en familie en vrouwen en echtgenoten en broers en weet ik veel. En de mensen op wie je lijken. Nee, ook de mensen op wie je lijken. Pinaren. Ja. Men moet niet gaan denken dat die hun die staan niet pinaren op dit moment. Mm-hmm. Grote delen van de hun die staan en de Marans pinaren mede. Omdat het beperkt is tot friends and family benefit. En dat betekent dat je zetels gaat verliezen. Ja. Niet op grond van de zetelverdeling. Op grond van je eigen performance. Kan dat helemaal geen rol spelen? Nee, hoe dan? Hoe? Je stem komt terug ergens. Oké. Je stem komt terug. Ja. En als je goed hebt gewerkt, goed beleid hebt, goed geregeerd hebt, dan ga je juist groeien. En die PS 26 zetels in zijn eentje mm-hmm. valt met 10 terug door het slechte beleid. Ja, hoeveel valt de VAP terug, denkt u? Ze zeggen VAP kan er 8 tot 9 zetels hebben, dus dan kan je het al tellen. 12 zetels. Dat is enorm. Wat gebeurt? Dezelfde 10 in ieder geval als NDP. Dezelfde 10 in ieder geval. En dan hebben ze een beetje winst. Ja, maar waar gaan die 10, denkt u? Nou, dat is een moeilijke vraag. Dat is een hele moeilijke vraag, want het is niet unaniem zo dat iedereen vindt dat ze NDP gaan stemmen. Ja. Men kijkt nog steeds uit naar nieuwe leiders. En we moeten geen popje-patto dingen gaan doen. Want er komt geen nieuwe leider. Mm-hmm. Er komt geen nieuwe leider nog. En eigenlijk had die nieuwe leider al zichtbaar moeten... Steven Reimer is geen nieuwe leider. Alfrey is daar. Hij is van 2020. Anders had hij toch meer... Ik zit nog vers erbij, toch niet? Nee, maar... Laten we eerlijk zijn, hoop. Ik wil geen uitspraken doen over politieke partijen. Ik kijk er anders naar.
Als je zo geweldig nieuw bent en goed bent, dat je minstens 2 zetels kunnen krijgen. Eerste keer? Eerste keer, ja. Ja. Eerste keer. Maar met het beleid dat nu wordt gevoerd... Eerste keer, ja, 91, 8 zetels, hè. Ja, maar nee, maar met het beleid dat nu wordt gevoerd en dat ding van de NDP kans, zit nog een beetje vers bij bepaalde mensen, dan maken ze dus ook... Kans, maar men kijkt ook naar performance. Wat kan je verwachten van A20? Laten we niet vergeten dat A20... Het leiderschap, zeggen ze. Nee, maar het is christelijk leiderschap. En je zit met een multi-etnisch volk. En niet elke christen is van de evangelie. Men moet practical worden daar in A20, hoor. En meer naar het volk gaan. Dus is die leider niet daar? Mm-mm. Die nieuwe niet daar? Mm-mm. En waar ziet u die nieuwe wel? Niet in de partijen die er zijn. Zo. Er is maar 1 persoon die ik zie, maar dat is iemand van de Paarse groep, dus NDP. Wie? Waarvan ik zeg van, het zou prettig zijn als die persoon president zou worden. Wie? Jenny Simons. Ja. Dan hebben we een vrolijke president. Het zou heerlijk zijn als het Jenny zou kunnen worden. Jenny heeft toch wel iets bewezen. Ja, in het parlement. In het parlement. Ja, maar het parlement is niet een kondre toch? Is niet te konden, maar ze heeft ook bewezen, als je kijkt, naar haar draagvlak. Ze heeft de afgelopen verkiezingen totaal niets gedaan, hè. Mm-hmm. En toch had ze 2.000 of 3.000. En toen ze wel wat had gedaan, op Bipsa 10.000. Ja. Geeft wel iets aan. Maar ik weet het niet. Ik was minister, ik heb haar meegemaakt. Ze is voor mij een hele integere persoonlijkheid. En ze heeft de guts, ze is niet bang voor mensen. Ze heeft alleen veel meer tact en diplomatie dan ik. Ja. Maar ze heeft diezelfde guts. Alleen is zij diplomatischer. Voordat je door hebt wat Jenny heeft gedaan, mm-hmm. heeft ze het al gedaan. Bij mij ga je het van tevoren weten. Maar ik ben een ander type. Dus ongeschikt voor dit soort dingen. Ja. Maar wie nog meer dan? Ja, maar het is toch erg dat we niet die mensen kunnen pikken. Maar waarom kan het volk niet eentje produceren? Dat is het. Wat is met dat volk gebeurd? Ja. Hebben ze te veel, zijn ze te veel gebukt gegaan onder avonturiers? Maar Surinamers stemmen nog traditioneel, weet je? Ze stemmen nog bij, like, min of NDP, min of VAP, min of DC. Ik denk dat traditionele nog zo bestaat, want de NPS was sterk, hoor. NPS was zeer, zeer, zeer sterk. En ze stemmen ook minder ideologisch, kan je aan spas zien. Ja, maar je hebt ook die uitspraak, hoor, om niet een beetje vervelend te doen, maar je hebt die uitspraak waar mensen zeggen van bijvoorbeeld de NPS, de iets wat oudere mensen zijn er niet meer. Die gingen echt stemmen op de NPS, maar de nieuwe generatie heeft niet echt gestemd op de NPS. En hoe komt het? Maar ze stemmen wel NDP. Hoe komt het? Het betekent dat er niet voldoende policy is geweest naar de new voters toe. Ja. En als je de nieuwe foto's hebt, doe je ook geen moeite om ze te houden. Een politieke partij runnen en in de macht willen komen, is een bedrijf, hè? Ja. Je moet strategieën hebben, je moet een strategisch document hebben, allerlei dingen, bij wijze van spreken. Je moet het niet op de oude manier runnen, want dan ga je gewoon inkrimpen. Ja, 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 ja. Maar even terug naar het kiesstelsel, want we moeten nu afronden, mevrouw Silos. U moet ook in andere programma's gaan vandaag, hè? Ja, ik ben vanaf vrijdag aan de gang met het Constitutioneel Hof. Ja. We hebben het vonnis, we moeten ermee werken. Ik wil conclusie trekken, hoor. Ja. We moeten ermee werken, anders hebben wij een probleem in 2025. Ja, dan hebben we een vacuüm. En als de grondwet zegt, en die is heilig, is de moederwet. De grondwet kan je niet met je voeten vertrappen. En zodat mensen uit die regering dit soort dingen beginnen te zeggen, word ik doodsbenauwd. Mm-hmm. Want dan weet ik nu al dat de grondwet vertrapt wordt. En dat alle politieke partijen zijn zo blij, dat ze lak hebben eraan. Hè? Ja. Of ze nou NDP heet, of HVB, of... A20, ze gaan allemaal meedoen aan die verkiezingen, al weten ze dat het ongeldig is. Macht is a question of power. Mm.
En natuurlijk, iedereen wil macht. Als je in de politiek gaat, wil je macht, want je wil regeren. Maar je kan dat absoluut niet doen ten koste van de rechtsorde, ten koste van de rechtsstaat, ten koste van de grondwet. Ja. Wat is uw advies naar het parlement toe? Want ze hebben invloed. Ik heb een advies voor regering en parlement, omdat ik weet dat het zo werkt. Ja. Dat de regering of parlement een initiatief weet als de regering neemt, want die macht hebben ze ook, mm-hmm. om de kiesregeling op grond van artikel 9, de kiesregeling in verband met artikel, de onverbindendheid van artikel 9, junto 24 te wijzigen. Dat is een kleine wijziging. Dat is no big thing. We hoeven de andere dingen nu niet mee te nemen, we zijn te dicht bij die verkiezingen. Maar gelet op termijnen die volgend jaar gaan lopen, mm-hmm. moet het wel zo snel mogelijk gebeuren. Het gaat om artikel 9, junto 24. It's not a big deal. Morgen kan het al op de agenda komen. Als ze een concept hebben, al ja. Dank u wel, mevrouw Silos. Oké, dank je. Yes, en we praten graag met haar, mevrouw Van Dijk Silos, met wie wij, Jennifer Van Dijk Silos, met wie wij gesproken hebben over de wijziging van de zetelverdeling. Wat we blijven het zeggen, kiesstelsel, maar het gaat om dat. Ja, het gaat om dat, de zetelverdeling. Goed, de informatie heeft u rennen, want we moeten naar andere items. We praten onder andere met de Organic Movement straks over hun... Je zegt, oh, over hun actie aanstaande zaterdag. En we moeten natuurlijk ook meneer Belfort spreken, want hij wil praten over, ook over de wijziging, maar ook over andere politieke zaken. Blijf te kijken. Dit is DTV, ik ben Gerald Harderwijk, mede namens Roberto Omskerk. Tot straks. Promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.